ik ben Henk van der Starre en ik woon op de Oorsprong en ik ben schapenboer op Texel. Mijn vader was een stroper. We zijn met stropen hebben we de boerderij bij elkaar geplukt. Mijn vader had schapen, 25 schapen, meer hadden we er niet. En toen kregen we er wat binnendijken bij. En zo is het steeds meer uitgebreid eigenlijk in de schapenhouwerij en de vleesveehouwerij. En nu heb ik alleen nog schapen, dat is echt mijn hobby. En het plezier in schapen is er altijd geweest. Een schaap kan verwenteld liggen, op zijn rug noemen we dat. Binnen een uur kan hij dood wezen. Dan slaat hij zijn middenrif kapot. Het is ook aan de toeristen zo, wij zeggen als Texelaars ook, je moet het schaap altijd overeind zetten. Dat is een verplichting als je op het eiland rijdt. Als het schaap overeind is, hebben we dan ook wel eens meegemaakt op Texel, dan hebben ze erop met een veldstift opgezet een juttertje. Kijk, dan kost het de boer een juttertje, want ik heb een schaap overeind gezet. Dat zijn ook wel mooie dingen eigenlijk, dat kan je ook wel willen lachen. Je hebt een zomer- en een winterklimaat hij natuurlijk ook wel op een dijk. Zomers kom je eerst, je gaat kijken naar zo'n dijk, hoe je er weer bij ligt. En dan kom je met, je hebt de lammetjes al thuis lopen en dan mag je naar die dijk toe. Dat is zo'n verrekte mooi gevoel. Dan kennen ze er weer op dat land. En dat is gras, dat staat er dan ook zo mooi bij. En ja, als je er dan op loopt, en dan krijg je het voorjaarsgevoel. Maar dan moeten wij in oktober weer van dat grasland van de dijken afwijzen. En dan gaan wij weer naar koeienboeren in het land om het land op te knappen. Die dijk, dat is zo verrekte belangrijk. Je hebt een goede zoden nodig voor de stormvloedkering, herfstdag. En als je dat gras, als dat goed onderhouden wordt, die grasmat moet kort wezen, maar ook weer niet te kort. Hij moet mooi wezen, daarom oktober van de dijk af. Maar dan kan die grasmat nog wat uitstoelen. Maar dan, het gaat ontzettend om die beworteling. Stel je voor als je echt een springtij zou hebben een keer. Als die grasmat goed is, dan krijgt het water geen grip op die dijk erbovenin. Dan spoelt het gewoon continu af eigenlijk, maar dan neemt het niet het gras mee. Ja, je kan geen koeien op de dijk doen, want dan heb je natuurlijk grote koeienpoten. En die maken schade. En die schapen hebben gouden voetjes. Dat is altijd bewezen. En daarom hebben ze schapen op de dijk. Er is geen maaimachine die er tegenop kan. De afgelopen 5 jaar zijn de prijzen heel goed geweest voor de schapen. Maar de prijzen zijn zo slecht, je kunt er op het ogenblik niet van leven. Je moet echt liefde hebben met schapen. En daarom is het ook wel, die pacht moet absoluut niet hoger worden, want anders is dat niet te onderhouden. Maar ze kunnen veel beter zeggen, die boeren, hou ze alsjeblieft op die dijk. Want als ze het nou moeten gaan afvoeren allemaal moeten afvoeren, 2-3 keer in het jaar. Wie gaat dat betalen? De burger. En nou doen we het 50-50. Nou doet de boer het onderhouden en de burger hoeft het niet te betalen. Anders gaan de waterschaplasten nog meer omhoog.